wij weten eerder dat hij dat gaat doen dan. Robert heeft een notebook gesigneerd. Een notebook die ontworpen is door Lenovo. Hartstikke mooi in de kleuren en het logo van Beijing, de Olympische Spelen. En uiteindelijk op 28 februari wordt in het Olympisch Stadion in Amsterdam, tijdens een speciale avond van Lenovo, worden deze notebooks geveld. En alles komt ten bate van Right to Play. Nou, heeft Robert een notebook gesigneerd? Zijn er nog andere sporters die het ook hebben gedaan? Ja, dat zijn Ellen van Lange en Floris-Jan Bovenlander. Die hebben ook een notebook gesigneerd. En zij hebben natuurlijk een Olympisch verleden en... Voor Robert staat er hopelijk ook een mooie Olympische toekomst te wachten nog. Wat hoop je dat dit op gaat brengen? Nou, we schatten ongeveer in 3 notebooks. Nou, dat moet toch wel minimaal tussen de 15.000 en de 20.000 euro gaan opleveren. Dus daar gaan wij op inzetten. Ga je zelf een beetje meebieden om die prijs op te krikken? Ja, desnoods, als het helemaal niet meer wordt, dan zal dat moeten.